Welkom bij deze instructievideo voor de Takeuchi TB2150R. In deze video leggen we je uit hoe je de machine bedient, maar eerst enkele veiligheidstips. Op een bouwplaats of werkterrein kan herrie voorkomen. Zorg erom altijd voor gehoorbescherming in de vorm van oorkappen of oordoppen. Draag bovendien ten alle tijde werkschoenen met stalen neuzen. Controleer voordat je in de machine stapt of er geen voorwerpen achter, voor of onder de machine liggen die schade kunnen veroorzaken bij het wegrijden. Check ook op olielekkages en of de spie van de snelwissel goed vergrendeld is in het systeem. Zo voorkom je ongelukken tijdens je werkzaamheden. Dagelijks onderhoud is belangrijk om je machine in topconditie te houden. In dit compartiment vind je de vetspuit. Deze gebruik je om alle draaipunten van de giek te smeren. De vetnippels zijn makkelijk te vinden dankzij de gele markering. Controleer dagelijks het niveau van de hydrauliekolie. Strek voordat je dit doet eerst de giek. Het rode bolletje moet tussen de twee rode strepen staan. Check bovendien iedere dag of er voldoende koelvloeistof in de machine zit. Verder adviseren we om dagelijks de motorolie in de machine te peilen. Brandstof toevoegen aan deze machine kan op twee manieren, met behulp van deze brandstofvulpomp of via de vulopening aan de andere zijde van de machine. Voorkom uitglijden. Houd bij het instappen de graafmachine dus altijd op drie contactpunten vast. Draag tijdens het bedienen van de machine altijd de veiligheidsgordel. Zorg er bij het starten voor dat de veiligheidshendel omhoog staat. Laat de motor voor gebruik eerst even voorgloeien. Draai hiervoor de sleutel linksom. Wacht enkele seconden en start daarna de machine door de sleutel rechtsom te draaien. Voordat je de graafmachine kunt gaan bedienen, moet je eerst de veiligheidshendel naar beneden klappen. Gebruik de hendel rechts in de cabine voor het bedienen van het dozerblad. Zorg ervoor dat het dozerblad omhoog staat voordat je gaat rijden. Dit om schade te voorkomen aan de machine en het wegdek. Om de machine te verplaatsen gebruik je de bedieningshendels. Druk de hendels gelijkmatig naar voren om vooruit te rijden. Druk de hendels gelijkmatig naar achter om achteruit te gaan. Door de ene hendel iets verder naar voren of achter te duwen dan de andere kun je naar links of rechts sturen. Om de machine op de plaats te draaien bedien je de ene hendel naar voren en de andere naar achter. De machine heeft twee rijsnelheden. Om sneller of langzamer te rijden druk je op de schakelaar aan de achterzijde van de rechter joystick. Met de linker joystick kun je de bovenwagen naar links en rechts bewegen. Door dezelfde joystick naar voor en achter te bewegen, bedien je de lepel stil. Met de rechter joystick bedien je de bak en de giek. Beweeg de joystick naar links en rechts en de bak zal in en uit gaan. Om de giek op en neer te laten bewegen, duw je de joystick naar voor of achter. Om van bak te wisselen, doe je het volgende. Druk met de hak van je rechtervoet op de ronde knop op de vloer van de cabine. En druk tegelijkertijd op de schakelaar aan de achterzijde van de linker joystick. De spie van de snelwissel zal nu opengaan. Nu kun je de bak loskoppelen van de lepelstil en een andere bak aankoppelen. De snelwissel sluit automatisch als je de knop en schakelaar loslaat. Na je werkzaamheden druk je het dozerblad en de bak tegen de grond. Zo zorg je ervoor dat de machine stabiel geparkeerd blijft staan. Zet hierna de motor uit door de sleutel uit het contact te halen en stap vervolgens op een veilige manier uit.
Tot zover deze instructievideo voor de Takeuchi TB2150R. Voor een meer uitgebreide instructie verwijzen we je door naar de instructiehandleiding van de machine. Vond je deze video nuttig? Vergeet dan niet te liken. En als je meer van dit soort video's wilt zien, abonneer dan op ons YouTube-kanaal. We wensen je veel werkplezier!